Ik heb weer een nieuw product. En dat is eigenlijk ook echt bedacht om mensen weer dichter bij hun natuur te brengen. Op een gegeven moment zat ik met een hele groep vrienden aan tafel en toen kwam ik erachter dat iedereen op zijn telefoon zat en dat er niet echt meer een goede conversatie was. En toen ik dat zo zag, dacht ik van eigenlijk toch wel jammer. Ik vind het leuk om met elkaar weer te praten, zoals het eigenlijk van nature hoort. Gewoon grappen maken, interactie en nou ja, soms zijn grappen juist heel gaaf omdat ze volledig uit een bijzondere hoek komen. En ik wilde die sociale kern van de mens, die wilde ik weer naar voren brengen. En daarom heb ik dit bedacht. Het is bedacht als een boek. En het heet in dit geval Get Social in 30 Seconds. Je ziet het ook een beetje, hier staan twee praatballonnetjes. Mooi opgemaakt. En het idee is, dit is een boek, die kan je in de boekenkast zetten. En in 30 seconden kunnen wij naar de boekenkast lopen. Pakken we dit boek tevoorschijn. Hij is hol. Je doet hem open, legt hem op tafel en zegt, jongens, hier met jullie telefoons. Iedereen legt zijn telefoon erin, boek dicht en gewoon gezellig praten. En deze leg je gewoon lekker opzij. En daarmee hoop ik dat we een stukje kwaliteit van leven kunnen vergroten. Dat we het gewoon weer gezellig hebben met elkaar. En ik heb inmiddels meerdere boeken, dus Get Social in 30 Seconds, Be Productive. Ook omdat we heel vaak achter onze telefoon zitten en daardoor niet echt meer productief zijn. Ik heb ook wel eens gezegd, in 2007 kwam de smartphone en in 2008 begon de crisis. Dat kan misschien geen toeval zijn. Get active in 30 seconds. Nou ja, in plaats van dat je lekker op de bank gaat zitten, de hele tijd je tijd zit te verdoen met appen, kan je ook misschien wel lekker naar buiten en gewoon een fit lijf krijgen. Stay focused on your study. Voor de, misschien wel de pubers die altijd achter hun telefoon zitten en de ouders die zeggen, jongens, let nou even op, weg die telefoontjes, ga nou studeren. En deze vond ik zelf ook wel mooi. Ik las op een gegeven moment in de krant dat er mensen zijn die zitten zo vaak achter een telefoon voor het slapen gaan, waardoor ze ook slecht in slaap komen en waardoor ze ook andere dingen doen. Dus deze is speciaal voor die mensen, make love in 30 seconds. En hier ook een mooi icoontje met twee voetjes, of vier voetjes. En nou ja, ook een van mijn favorieten. Allemaal bedoeld om gewoon weer echte kwaliteit met elkaar te hebben. En ja, weg met die dingen en terug met de sociale praatjes en de sociale activiteiten.